punt of Amber van Leert hier is. Is Amber hier? Amber! Hi Amber, kom even bij me staan. Amber, ik heb goed begrepen dat jij de musical hebt geschreven hiervoor. En dan op de karakters van de kinderen, dus van hoe bedenk je iets. Dus jij moet de kinderen waarschijnlijk heel goed kennen om ze dan rollen op in te schrijven. Ja, dat klopt. Ik heb gepraat met alle kinderen, wat willen jullie spelen? En met die rol heb ik een verhaal geschreven. Oké. Okay. Dat verhaal hebben ze ook zelf bedacht. Het verhaal? Grotendeels, ja. Grotendeels. Okidoki. Wat gaan jullie zo meteen zien? Het eindnummer gaan jullie zo zien, groep 8. En dat is op de melodie van het lied 13, van de musical 13. Oké, daar zijn ze. Het atelier, geef ze een applaus. Geluk met juf Amber. Ja, hè? Ja, dat klopt. Jullie hebben het ongelooflijk goed gedaan en wat past dit goed bij jullie. En dat vind ik echt, dat ziet er, jullie stralen allemaal, jullie zingen allemaal. En wat het leuke is, musical doe je met elkaar. En jullie hebben het met elkaar gedaan en toch heeft iedereen zijn eigen ding kunnen laten zien. En dat vind ik, daar geniet ik heel erg van. Dus dank jullie wel, heel erg mooi. Meike, social media. Ja. Is het een social media bericht, zeg maar? Nou, ik vond het wel heel erg veel vrolijkheid uitstralen. En ik heb het idee dat jullie heel hard zingen, of jullie er wel klaar voor zijn of niet. Maar volgens mij zijn jullie hartstikke klaar voor de middelbare school. Zullen jullie ouders daar nog een beetje anders over denken? Ik vond het ontzettend leuk. En wat zijn jullie stoer dat jullie hier gewoon zo lekker met z'n allen losgaan en heel erg vrolijk dansen. Heel fijn. Absoluut. En Ben, wil jij nog wat zeggen? Ik geniet ontzettend hiervan. Ik zie echt geen zingende klas. Jullie hadden wel zenders gemogen van mij, weet je wel? Dat je echt jullie stemmen, want ik zie gewoon dat er hartstikke goed gezongen wordt. En dat is niet alleen in groep 8 geweest. Jullie hebben volgens mij je hele schoolcarrière wel, klopt dat? Gezongen, hè, in de klas. En ik vroeg me ook heel klein beetje af, wat hebben jullie nog gedaan verder dit jaar? Hebben jullie nog rekenen, taal? Of volgens mij hebben jullie alleen maar musical gedaan, want het was een geoliede machine. Wow. Mooie woorden van Zien.